De boshouders van het Nationaal Vervoerbedrijf, NVB, hebben vandaag een barricade opgeworpen voor de Nationale Assemblée. Ze gingen over tot deze actie omdat ze al 4 maanden niet zijn uitbetaald. Vanaf het Onafhankelijkheidsplein tot de Sommersdijkbrug waren de bussen in een rij geparkeerd. Ze dienden bij het parlement een petitie in die voorzitter Jennifer Simons in ontvangst nam. In de petitie eisen ze onder meer om op tijd betaald te worden. Simons gaf aan dat ze uiterlijk donderdag zullen worden uitbetaald. Kenneth Themen, voorzitter van de NVB, is moe om steeds te moeten rennen zodat de bushouders hun geld kunnen krijgen. En wij allemaal voelen ons als bedelaars die ons hand open houden. En in plaats van dat die hand gevuld wordt met geld, wordt die met zand gevuld. Zo voel ik me. U vraagt me aan iets, hoe ik me voel. En ik denk dat dat voor ons allemaal, voor meneer Lely geldt, voor meneer Woon geldt, dat we ons als bedelaars voelen. En daar praat ik niet eens over de bushouders. Want kijk, het gaat nu niet erom dat wij vragen om een verhoging, of dat we staken, willen staken om een verhoging of noem maar op. Het gaat er gewoon om dat dat wat ons rechtmatig toekomt, dat we daarvoor strijd moeten leveren. Dat is niet nodig. De mensen zijn vanaf 5 uur in de ochtend, zijn meneer Woon, meneer Lely, mevrouw Pitamber Singh, noem maar op, zijn ze hier. Ja? En het is geen goed ding, toch? Ik vind betalen op tijd, dat is er nooit meer een probleem. Themen zegt verder dat woensdag alle leden normaal naar het werk gaan. Hij geeft wel aan dat ze de komende periode de betalingssituatie goed in de gaten zullen houden. Want vanaf 1992 zitten we eigenlijk met dit probleem. Wat wij gaan doen nu is ons vinger op de pols houden. En zodra we merken dat men een dag over de tijd is, gaan we een heleboel kabaal maken. En dan gaat men schreeuwen van, om wamundema edudisi. Maar sorry, we gaan het niet meer zo ver laten komen dat we zoveel maanden moeten wachten en geld moeten ontberen. Aldus Kenneth Themen, voorzitter van het Nationaal Vervoersbedrijf. De leden van de NVB hebben vandaag een barricade opgeworpen voor de Nationale Assemblée, omdat ze al 4 maanden niet zijn uitbetaald.